Goedemorgen, leuk dat jullie er weer zijn en meekijken. Ik ben Timon Urban en ik mag vandaag vanuit Leaders wat vertellen over hybride communicatie faciliteren binnen de overheid. Dat is wel een actueel thema natuurlijk op dit moment, sowieso het hybride werken en hybride communicatie is natuurlijk iets wat de laatste jaren heel erg op ons afkomt. Wat we zelf hier binnen Leaders zien als distributeur voor Yealink en een aantal andere merken ook, is dat we de laatste maanden steeds meer ontwikkelingen zien ook binnen de overheid. En dus we willen jullie graag als partners daarin meenemen om te vertellen en te kijken wat kunnen we daarin doen en betekenen en hoe kunnen jullie daarbij helpen. Een van mijn collega's is ook als admin aanwezig in de webinar in de chat. Dus mochten jullie vragen, opmerkingen hebben, stel ze gerust in de chat. Nou, wellicht kan ik die gelijk zo direct beantwoorden. Of op het moment dat de vraag of een te lang antwoord vergt of het inhoudelijk lastig is, daar komen we natuurlijk later op terug. Aan het einde van de meeting worden ook naar jullie allemaal nog gegevens gedeeld. Dus jullie ontvangen nog de presentatie om terug te kijken bijvoorbeeld. Of te delen met jullie collega's. En voor vragen is het natuurlijk altijd mogelijk ook om achteraf contact op te nemen met ons. De agenda vandaag. Ik zal kort even iets vertellen over Leaders en Yealink. En vervolgens zien jullie de punten hier staan. Eigenlijk waarom starten met Yealink videoconferencing tot en met het stukje over een device management platform. Het is best wel een complete presentatie, denk ik, waar we denk ik een half uur tot drie kwartier voor nodig zullen hebben. Nogmaals, voor vragen schiet raak in de app en dan komt dat goed. Als eerste over Leaders. Wij hebben inmiddels ruim 25 jaar ervaring op het gebied van telecom en ook video inmiddels al geruim wat jaren. We werken inmiddels met, er staat nog 43, dat is inmiddels opgelopen tot 45 man. Dus we zijn aardig gegroeid in de laatste jaren. Wie zijn dan onze partners? Er zijn 1600 partners, variërend van alle grote carriers, denk aan KPN en Vodafone. Maar ook heel veel audiovisuele partijen of IT-partijen waar we mee samenwerken. Wij zijn in de Benelux de officiële distributeur van Yealink en hebben met 70% een fors marktaandeel. En daarmee zijn we dus een marktleider. Wij werken ook altijd alleen maar via partners. Ik vind het wel belangrijk om dat te benadrukken. Dus wij doen nooit rechtstreeks zaken met eindklanten of in ieder geval met een overheidspartij. Maar altijd via onze partners als een samenwerking. We staan dus ook nooit in concurrentie, maar we doen het altijd als een leuk project samen. En wat bieden wij daarin? Specifiek voor de overheid wel van belang. We bieden ondersteuning bij aanbestedingen. We hebben een aantal mensen in dienst die echt redelijk wat ervaring hebben. Ook vanuit de afgelopen jaren met het doen van aanbestedingen. Het schrijven van teksten, het kijken welke producten daar het beste in passen. Dus op het moment dat jullie tegen een aanbesteding aanlopen, laat het ons gerust weten. We helpen graag mee, we denken graag mee. En we kunnen echt met jullie samen daar proberen een succes van te maken. We merken ook over het afgelopen jaar alleen al dat we 2/3 van de aanbestedingen die we samen doen met onze partners ook daadwerkelijk winnend afsluiten. Dus we hebben een enorm hoge ratio als we de kans krijgen om dat samen met jullie te mogen doen. Wat ook specifiek vandaag wel van belang is, wij doen heel veel commercieel support ook, bijvoorbeeld in de vormen van POCs. We merken vaak bij overheidstrajecten dat er wel gevraagd wordt om te zeggen, het moet goed gebruiksvriendelijk zijn. We willen graag eerst zien hoe werkt het dan in de praktijk en hoe gaat het dan als we iets installeren. Nou, daar kunnen wij natuurlijk in meehelpen. En allerlei andere zaken zoals garantieafhandeling, het plannen van demo's, webinars zoals deze. Dat zijn allemaal zaken waarbij wij jullie helpen en faciliteren. Yealink, wat ik net al zei, is marktleider op het gebied van videoconferencing, audiocommunicatie en samenwerkingsoplossingen. Een hele mond vol. Maar goed, we zien gewoon dat wereldwijd, maar zeker ook in de Benelux, Yealink gewoon een ontzettend sterk merk is als het gaat om communicatieoplossingen. Met een heel breed portfolio. En ook daarin biedt dat zeker, zullen we zo meteen zien in het portfolio, mooie kansen binnen overheidstrajecten. En specifiek, waarom zou je dan moeten starten met Yealink videocommunicatie en iets breder ook nog wel andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld toestellen of headsets? Voor iedere ruimte, voor iedere type gebruiker is er gewoon een passende oplossing. Dus we hebben echt
zo'n breed portfolio dat letterlijk iedere medewerker, van een hybride werker, thuiswerker, tot en met directieniveau, boardrooms, vergaderruimtes, eigenlijk voor alle type gebruikers en ruimtes is er een passende oplossing. De basis daarvan is dat het altijd gebruiksvriendelijk is en flexibel inzetbaar. Dus iedere gebruiker heeft gewoon een ervaring dat ze zodra ze het apparaat zien of krijgen, dat ze direct snappen hoe het werkt en met een summieren uitleg daarmee aan de slag kunnen gaan. De hoge kwaliteit voor een lage prijs. Nou, dat zullen jullie ook zien in met name aanbestedingen, dat we daar ook goede kansen mee maken. Er is een managementplatform dat vaak binnen de overheid ook een vereiste is dat het goed en eenvoudig te beheren is. Voor onze partners is er gewoon een goed verdienmodel. We zien gewoon dat de marges die je kan maken met G-Link gewoon nog goed en gezond zijn. Natuurlijk belangrijk voor de cijfers aan het einde van het jaar, maar ook belangrijk omdat je met een goede marge ook garant kan staan voor een stuk service, een stuk nazorg, een stuk begeleiding waar nodig. Dus op die manier je klanten echt goed kan ontzorgen. Wij helpen zelf mee dus in pre-sales en consultancy, dus we kunnen daarin ontzorgen. We leveren een Lidisch garantieplan. Alle producten bijvoorbeeld standaard hebben al een garantie van 2 jaar, wat bijzonder bovengemiddeld is in de markt. Maar ook alle garantie is te verlengen tot 5 jaar zelfs. Maar dat zegt aan de ene kant iets over de kwaliteit van de producten, dat we dat aandurven om een garantie voor 5 jaar te verstrekken. Maar het voordeel daarvan is ook dat, en dan kom ik weer terug op de aanbestedingen, heel vaak gevraagd wordt om lange termijn contracten met een garantie ook voor die periode. En daar kunnen we dus mee voldoen. En we hebben een implementatieserver. Dus wanneer jullie daar zelf niet uit kunnen, kunnen we ook helpen op het gebied van implementatie en installatie. Een inkijkje even in het portfolio. Wat ik net al zei, het is heel breed. Als we kijken naar de ruimtes, dan begint dat in de huddle rooms. Dus de kleine ruimtes voor 2 tot 4 personen. Waar je even snel bij elkaar komt zitten om een kort overleg te doen. Even samen te werken aan een project of aan een bestand. Maar daar hebben we best wel een aantal verschillende mogelijkheden voor. Zowel native op Teams, wat we heel veel zien. Maar ook nog steeds op USB bring your own device oplossingen. En daarna zie je daar de opstap naar kleine, medium, grote en extra grote vergaderruimte. Waarbij eigenlijk wat er verandert steeds is de techniek op het gebied van de camera, de microfoon. Dus de audio en de video, dat wordt aangepast op de ruimte. Dus ik sta nu redelijk ver van de camera af, dus ik werk hier nu met een PTZ-camera. Die kan bewegen en kan draaien en extra goed kan inzoomen. Maar zou ik veel dichter op de camera zitten, dan zou ik ook gebruik kunnen maken van een soundbar. Dus fysiek dat soort kenmerken veranderen aan de apparatuur. Maar de bediening en de manier van werken blijft voor de gebruikers gelijk. Je ziet dat ook in de lijn van bijvoorbeeld die MTR on Windows, de bovenste lijn. Dat ieder systeem is uitgerust met een touchpaneeltje waarop de bediening plaatsvindt van de ruimte. En als je een gemeentehuis inricht, wat we al een aantal keren hebben mogen doen met J-Link. Dan merk je dat het voor de gebruikers echt ontzettend prettig is als je in ongeacht welke ruimte je binnenstapt, elke keer exact dezelfde gebruikerservaring is. Dus je komt binnen, het touchpaneeltje ziet er hetzelfde uit, je drukt op hetzelfde knopje om deel te nemen aan de vergadering. En op die manier is de ervaring voor de gebruiker altijd gelijk, waarbij de ruimte zich eigenlijk aanpast aan de grootte van de ruimte. Bij overheid zie je met name in de hybride communicatie ook wat uitdagingen naar voren komen. Er is steeds meer een noodzaak tot verandering. Vanuit de overheid zelf ook wordt gecommuniceerd dat er een digitale transformatie aan de gang is. Waarbij dus ook gebruik gemaakt gaat worden steeds meer van nieuwe technologieën. Waarbij eigenlijk van levensbelang is, en ook door de overheid als minimum vereist wordt gesteld, dat de kwaliteit altijd gewaarborgd blijft. Dus de manier van werken of de kwaliteit van werken moet voor de gebruikers gelijk zijn. En ook voor de klant in dit geval, voor de burgers. De uitdaging erbij is vooral van hoe kun je nou de huidige werkprocessen goed digitaal ondersteunen. De overheid zelf maakt daarin in de communicaties doen. Nu een onderscheid eigenlijk in de digitale wereld in 3 onderdelen. Een stuk IT-management.
Daar kom ik zo meteen steeds meer op terug. Dan heb je nog de digitale overheid. De digitale overheid, denk aan alles op het gebied van nou ja, de DigiD en alles wat je online inmiddels kan regelen en niet meer voor naar het gemeentehuis hoeft. En dan hebben we nog de datasamenleving die de overheid eigenlijk definieert als dat alles om ons heen steeds digitaler en steeds meer op basis van data gebaseerd is. Dus de uitgangspunten zijn dat eigenlijk van onder naar boven iedereen en alles wordt steeds digitaler. De verwachting daarmee naar de overheid toe is ook dat er steeds meer digitaal mogelijk is. En dat vergt wat van het ICT-management. Dat stuk is ook hetgene waar we het vandaag over gaan hebben. De digitale overheid bemoeien we ons als leaders slash jullie niet mee. De focus bij het ICT-management is dan ook risicomanagement. Kijken welke kansen biedt het, maar ook vooral welke uitdagingen, welke risico's zitten eraan vast. En hoe zorgen we voor de bedrijfscontinuïteit? Hoe kunnen we zorgen dat alles goed en flexibel blijft werken en die werkprocessen echt ondersteund worden en niet verstoord worden? Daarbij is er vooral veel aandacht vanuit de overheid dus ook voor innovatie. En die innovatie, daar hebben wij nou juist de leuke oplossingen en de mooie oplossingen voor. En nou, wat ik net al twee keer ook heb benoemd, is dat je met de juiste communicatieoplossing zorgt voor een goede ondersteuning van de interne werkprocessen en dus die continuïteit kan waarborgen en zeker weet dat de kwaliteit ook blijft zoals die moet zijn. Krijg je op een gegeven moment te maken met welk systeem kies je dan? Daar definiëren we eigenlijk een aantal punten bij. Dit is ook iets wat we altijd meenemen bij de klant aan tafel, ook in een voortraject. Wat is het budget? Wat zijn de afmetingen van de ruimte? Hoe is het meubilair opgesteld? Wat zijn de primaire behoeftes? Is dit een vergaderruimte of is dit een webinarruimte, bij wijze van spreken? Wat zijn de verdere vereisten? Is er al bestaande hardware? Nou, zo nog een aantal punten meer. Een belangrijke lijst om dit goed te definiëren, om een goed advies ook te kunnen uitbrengen of te kijken wat past het beste bij de klant, bij de ruimte. En dan kom je ook vervolgens uit op scenario's. Dus waar en in welke situatie heb je ergens behoefte aan? Nou, wij definiëren specifiek voor de overheid een aantal verschillende scenario's die we ook terug zien komen in de uitvragen, zowel in aanbesteding als ook in de losse uitvragen die we steeds meer krijgen. Een veelvoorkomend scenario is crisisoverleg. Daarnaast conferenties, groepsoverleggen, vergaderingen en ook de nou ja, trainingen en adviesgesprekken komen steeds vaker voor. Zowel intern als ook naar de klanten toe. Nou, voor crisisoverleg zien we eigenlijk een belangrijke uitdaging. Dat is veiligheid. We zien vaak dat die overleggen, met name in crisisruimtes, multidisciplinair zijn. Vanuit alle hoeken komen er dan specialisten binnen. Met eigen apparatuur, met belangrijke, betrouwbare, vertrouwelijke bestanden. Dus het is belangrijk dat alles wat geclassificeerd is en wat als vertrouwelijk bestempeld is, ook binnen die ruimte blijft, of binnen de gedefinieerde ruimte. Dat kan ook digitaal zijn natuurlijk. Er moet een belangrijke structuur zijn, dus moet helder gedacht kunnen worden binnen een crisisoverleg natuurlijk, maar het moet dus daarmee ook helder zijn en snel te kunnen werken met de apparatuur in de ruimtes. En op basis van data en voorbeelden moet er beslist kunnen worden en samen naar de situatie gekeken kunnen worden. Dus je moet ook op verschillende manieren snel toegang kunnen hebben tot de beschikbare data. Wat bieden wij daar dan voor als oplossing? Als eerste dat al onze oplossingen echt betrouwbaar getest zijn, met onder andere uitgebreide pentesten uitgevoerd. We voldoen ook aan alle certificeringen. Dus als het gaat om het stukje informatieveiligheid en betrouwbaarheid, voldoen we gewoon aan alle gestelde eisen om door die kwaliteitschecks heen te komen. Wat we ook vaak zien in dit soort overleggen is dat het soms de apparatuur geschikt is volledig voor Microsoft Teams of gecertificeerd is voor Microsoft Teams. Maar ook heel vaak gekeken wordt naar een bring your own device en verschillende UC-platformen. Want wat ik net al aangaf, is dat in een crisisoverleg er vaak op dat moment verschillende specialisten bij aansluiten. En niet van tevoren goed of goed genoeg bepaald kan worden van hebben die mensen allemaal Teams? Hebben die allemaal de mogelijkheid om direct in te loggen op een systeem? Wanneer ze hun eigen laptop meenemen en ze kunnen plug and play direct gebruik maken van de faciliteiten in de ruimte,
waarbij een eigen laptop de basis vormt, dan geeft dat vaak en een hele eenvoudige manier van werken, maar ook de zekerheid dat iedereen die ruimte binnenkomt direct aan de slag kan en niet eerst zijn laptop her moet configureren om aan de slag te kunnen gaan. Wat zien we dan daar in die ruimtes terugkomen? Bijvoorbeeld een J-Link A30, een videobar all-in-one. Geschikt voor eigenlijk de middelgrote ruimtes van zo'n 4 tot 15 personen. Er zit altijd natuurlijk nog wat rek in dat begrip van de grootte, omdat die bijvoorbeeld ook uitbreidbaar is met extra camera's. Wat ook nog wel belangrijk is om te vermelden, dat staat helemaal onderaan aan de rechterkant, is de 802.1x certificering. Dat is een veiligheidsprotocol die steeds vaker ook uitgevraagd wordt in aanbestedingen die we zien bij overheden. Waarbij het aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen. Onze apparatuur voldoet aan die standaarden en aan die certificering. Waardoor je ook met een gerust hart een J-Link bar kan aanbieden. Dus ook echt wel een verschil met veel concurrenten die hier niet aan voldoen. Gaat nou de ruimte iets groter worden, maar heb je wel dezelfde vereisten, dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan een MVC 640. En dan komt er zo'n PTZ-camera te staan. Dat is het beeld waar u nu naar kijkt, is van diezelfde camera. Verschillende microfoonkeuzes zijn beschikbaar. Hier staat er een intelligente speakerfoon op tafel. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld een bedraden microfoon zoals deze, of een plafondmicrofoon. De keuzes zijn daarin vaak heel erg breed. J-Link heeft een heel breed portfolio, zodat wij samen met jullie een goede definitie voor de ruimte kunnen maken, waarbij de basissystemen altijd gelijk blijven en eenvoudig worden geduid om mee te werken. Wat we ook nog veel zien is dat er ook in crisissituaties nog gebruik gemaakt wordt van persoonlijke werkplekken of thuiswerkplekken, omdat iemand ook gemakkelijk op afstand moet kunnen aanhaken in dat overleg, omdat hij op dat moment niet in staat is om naar de ruimte zelf toe te komen. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een headset zoals hier staat afgebeeld, of aan een Bluetooth headset zoals ik hier op mijn desk heb staan. Een USB-camera om op goede manier zichtbaar en duidelijk in beeld te zijn voor de andere kant. Dus eigenlijk moet je, ik zeg altijd gekscherend, je wil niet aan de ene kant met een iPhone bellen en aan de andere kant met een blikje en een touwtje. Dus je moet aan beide kanten zorgen dat degene die in zo'n overleg aangesloten zit en ook op een goede manier met elkaar verbonden zijn. Wat meer een standaard oplossing is het doen van conferenties, waarbij je vaak gebruik maakt van een spreker of een presentator. En daarna een discussie voert. Dat is een beetje de uitvraag die we vaak krijgen. Denk aan iets grotere vergaderruimtes die ook gebruikt worden als lesruimtes, conferentieruimtes. Soms ook webinars of informatieavonden over. Denk aan een informatieavond over een nieuwbouwproject, waarbij de gemeente zowel op locatie als op afstand mensen laat aanhaken om de plannen te presenteren. Daarbij bieden wij een heel breed scala aan oplossingen modulair. Waarbij het heel gaaf is om te zien dat wij bijvoorbeeld oplossingen bieden waarbij de spreker gevolgd kan worden in de ruimte. Dus degene die de presentatie doet, kan zich bewegen door de ruimte van links naar rechts lopen en de camera blijft gefocust op de presentator. Zodat zowel de mensen fysiek op locatie, maar ook op afstand altijd de spreker goed in beeld houden. En hierbij is de modulariteit vooral heel erg van belang. Er is een bring your own device oplossing mogelijk, zodat je externe makkelijk het systeem kan overnemen als je kiest voor een native Microsoft Teams systeem. Maar ook qua camera's, qua audio, zijn er eigenlijk allerlei varianten om te kiezen door met één of met meerdere camera's te werken, met tafelmicrofoons of plafondmicrofoons te werken, zodat hoe zo'n ruimte er ook echt fysiek uitziet, hij is eigenlijk precies op maat te maken. En daarbij zie je ook dat steeds vaker gebruik gemaakt wordt van de artificial intelligence functies, zoals bijvoorbeeld die speaker and presenter tracking, waarbij dus inderdaad, en dat zien we nu steeds meer in presentatiesettings. Nou, dus ook bijvoorbeeld bij zo'n informatieavond. Als de presentator zijn hand opsteekt, dan focust de camera zich door middel van die AI-functie op de presentator. En daarna kan die presentator zich vrij bewegen door de ruimte, gevolgd worden door de camera.
En ook gaat er ondertussen iemand naar het toilet die voor me langs loopt. Of iemand anders die een vraag stelt. Die blijft dan, daar wordt de camera niet gefocust. De camera blijft op mij als presentator gefocust. Totdat ik hem echt fysiek weer overdraag aan een andere presentator. Dat soort functies die steeds vaker gevraagd worden. Ook in aanbestedingen. Maar ook zeer gewaardeerd worden als je ze zelf aanbiedt. Maar daarbij zien we ook. Als oplossing heel vaak dus de MVC 49 naar voren komen. Dat is een multicamera oplossing. Met de gewone PTZ-camera's of die intelligente PTZ-camera die dus de presentator echt kan volgen. En het gave vanuit een oplossing zoals deze is dat die eigenlijk meerdere camerabeelden kan... Ja, waarbij de mogelijkheid is om te kiezen. Ik wil alleen de camera daar of alleen de camera die achter in de ruimte staat en de presentator volgt. Maar ik kan die beelden ook combineren. Dus ik kan ook zeggen, ik wil groot weergeven de presentator die gevolgd wordt. Maar in het klein wil ik ook aan de zijkant nog beelden hebben van de andere camera's. Zodat de kijkers thuis ook een gevoel hebben van ja, wie zit er dan nou allemaal in de ruimte. En als er iemand een vraag stelt, wie is dat dan? Of een camera specifiek gefocust op een interruptiemicrofoon. Waardoor je ook als hybride gebruiker of als kijker op afstand echt gevoel blijft houden bij die presentatie. En met name dat laatste is een steeds meer gevraagd topic. Het is leuk dat alles hybride kan. En tijdens corona werd er heel veel houtje touwtje gebruik gemaakt van mogelijkheden om, om in ieder geval iets te hebben. Maar na 2 jaar intensieve ervaring met Teams merk je ook dat gebruikers steeds vaker zeggen, ik vind Teams prima. Ik vind het ook een prima blijvende oplossing. Maar het moet wel verbeteren en meer het gevoel geven alsof een hybride een vergadering bijwonen eigenlijk bijna gelijk staat aan het fysiek bijwonen. Nou ja, dat kun je met dit soort oplossingen zo goed als kan simuleren. Een hele belangrijke aanvulling hierop is ook nog de Content Cam Kit. Dat is een camera, zoals je ziet, die aan een beugel zit. Die kun je focussen op een traditioneel whiteboard of op een flipover. En als content delen in de vergadering. En het gave is dat, hier zit weer een stukje artificial intelligence in. Het is op het moment dat ik ga schrijven op het bord. En ik schrijf hier met mijn hand. Dan ziet de kijker thuis datzelfde gebeuren. De tekst wordt vervolgens iets naar voren gebracht door die intelligentie die in de camera zit. Dus de tekst wordt eigenlijk iets gehighlight en helderder gemaakt. Want het schrijven op een whiteboard, dus zoals u vaak weet... vaak zijn die stiften half leeg of dat werkt niet zo top, maar de camera licht dat iets uit. En wat hij ook doet is de gebruiker zelf iets ghosten zoals dat heet, of eigenlijk een beetje doorzichtig maken. Dus normaal, als ik mijn hand hier voor de wand haal, dan komt eigenlijk de tekst voor mijn hand langs te staan. En wordt mijn hand half doorzichtig, waardoor dus de kijker thuis eigenlijk gewoon goed mee kan lezen en ziet wat er op zijn whiteboard wordt geschreven. Zodat ook dat stuk van de ervaring alsof je bij in de ruimte bent ook gewoon goed meegenomen wordt. En ook binnen de overheid wordt natuurlijk genoeg vergaderd. En daar bieden wij de oplossingen voor. Eigenlijk zien we daarbij de belangrijkste 3 punten ervoor voorkomen. Is een stuk privacybewaking. Informatieveiligheid, dus ook dat de geclassificeerde informatie binnen de organisatie blijft, binnen de meeting blijft. En dat het belangrijk is om goed samen naar inhoud / content te kunnen kijken, zowel op locatie als op afstand. Ook hierbij weer een aantal dezelfde argumenten zoals net, dat onze oplossingen allemaal getest zijn. Bijvoorbeeld voldoen aan die certificering waar ik het net over had. Dat zowel binnen Teams, maar ook vanaf een andere Bring Your Own Device oplossing, alle data encrypted, dus versleuteld, wordt overgedragen. Zodat een hacker vanaf afstand niet zomaar in kan breken. Onlangs is er zelfs toch bij een klant van ons een ethische hacker bezig geweest om te kijken van, hoe kan ik nou in die systemen inbreken. Maar daar kwamen we ook bijzonder goed uit de test, waarbij bleek dat vanaf afstand echt die gegevens niet te onderbreken zijn. Ook dat is een sterk argument, merken wij, met name binnen de overheid, om aan die veiligheidseisen te kunnen voldoen. Wanneer jullie willen, hebben wij ook allerlei documentatie die we kunnen verstrekken over de security protocollen,
over allerlei beveiligingsmaatregelen, allerlei teksten van Microsoft daar ook over. Dus ook op het gebied van veiligheid is het niet alleen maar mooie woorden, maar kunnen we dat ook staven met onderzoeken en met goede teksten die we jullie kunnen verstrekken om daarbij te helpen. En ook voor vergaderruimtes kom ik eigenlijk weer even terug op deze sheet. Hierbij zie je dat het mooie is dat je met name met de Windows systemen gewoon een heel breed portfolio hebt waar te kiezen. In het afgelopen jaar hebben wij een fors aantal gemeentehuizen, maar ook andere overheidsinstellingen mogen inrichten met deze oplossingen. Waarbij de kracht was, los van eigenlijk alle argumentatie die ik net gaf, dat we vaak zagen in met name gemeentehuizen dat er een hele grote veelzijdigheid is aan verschillende ruimtes. Echt van klein naar middel naar groot. Bij nieuwbouwgemeentehuizen steeds vaker ook kleine huddelruimtes. Meer worden toegevoegd dan in het verleden. Maar er is ook altijd wel één of twee van die hele grote ruimtes aanwezig met een multicamera opstelling. Ook bij de overheid krijgen we steeds vaker het verzoek om voor die multicamera oplossing dus gebruik te kunnen maken van een ruimte waar ook een presentator kan staan voor informatieavonden bijvoorbeeld. De kwaliteit van dit hele portfolio is dat je met alle systemen nogmaals een ecosysteem kan creëren waarbij voor de gebruiker nog steeds dezelfde ervaring blijft. Dus dat touchpaneeltje waarbij je gewoon één en dezelfde ervaring hebt. We lopen heel erg naar een touchpaneeltje toe. Je hebt een paneeltje zoals deze, waarbij gewoon de vergadering klaar staat op het paneel. Ik kom als gebruiker de ruimte binnen. Ik druk op deelnemen. De schermen gaan automatisch aan. De camera gaat aan. De microfoon gaat aan. Zodra ik klaar ben met mijn vergadering, druk ik op het rode knopje. En dan sluit alles ook weer af. Alle PTZ-camera's gaan ook in een privacy modus. Dus die wenden zich af met de lens naar beneden. Op alle soundbars zit zo'n fysieke lens sluiter. Dus je hebt echt gewoon een oogje die je dicht ziet gaan op dat moment. En dus ook dat geeft een stukje security weer. Dat je zeker weet dat er op afstand niemand mee zit te kijken zodra de camera niet gebruikt wordt. En de gebruiker heeft dus normaal elke keer exact dezelfde ervaring. Ongeacht in welke ruimte die binnenstapt. Terwijl de ruimtes perfect afgestemd kunnen worden op de grootte qua formaat, maar ook op het gebruik. Dus met of zonder zo'n contentcamera, met of zonder meerdere microfoons. Dus daarin is eigenlijk voor zowel de beheerskant, de IT-kant, alles, alle opties blijven open en de mogelijkheden zijn te over. Maar voor de gebruiker blijft het één eenvoudige oplossing. En wat zeker ook niet onbelangrijk is, het zit er onderaan nu een aantal keer al staan, is de meetingboard. Ook hieruit, die is net nieuw gelanceerd. Binnenkort krijgen we grote hoeveelheden de eerste partijen binnen. Hieruit krijgen we vanuit de overheid met name al veel vragen. Omdat dat dan alles in één bord is, 65 inch of 86 inch zelfs. Verrijkbare opstelling, volledig geïntegreerd Microsoft Teams. Er zit een camera, een microfoon en een speaker in. Dus dan heb je eigenlijk één paneel touchscreen die je kan gebruiken voor de eenvoudige whiteboard sessies. Je kan direct een whiteboard starten en samen beginnen te schrijven op een bestand. Je kan ook vanuit het apparaat direct een presentatie starten of direct draadloos een presentatie afspelen als je even op de afdeling samen iets wilt bespreken. En omdat er volledig Microsoft Teams in geïntegreerd zit, zijn die mogelijkheden voor zowel presenteren of gewoon videovergaderen of whiteboarden samen in een videovergadering. Ja, dat zit allemaal geïntegreerd in één alles in één device. Dus ook dat merken wij binnen provincies, overheden, dat nu een aantal aanvragen echt wel concreet lopen. Dus dat gaat als de brandweer, zullen we maar zeggen. Trainingen heeft ook weer een stukje overlappen wat we net gehad hebben. Wel een stuk waar we steeds meer zien dat hieruit van de overheid ook vragen worden gesteld. Waarbij brainstorm sessies op afstand worden gedaan. Maar het belangrijk is dat samen gewerkt kan worden aan het bestand digitaal. Ook hierbij is informatieveiligheid natuurlijk weer een van de belangrijke uitdagingen. En focus is
is echt een punt wat van belang is. Je merkt dat gebruikers steeds vaker aangeven, ja, samenwerken op afstand is leuk, maar je merkt ook dat in een sessie op afstand, bij een webinar, op een gegeven moment de aandacht een beetje verslapt. Waarschijnlijk zit u nu ook allemaal alweer half ingedut op uw werkplek, dus dat zie je gewoon gebeuren. Dus door het wat interactiever te maken, meer gebruik te maken van leuke content, en ook samen te werken aan content, kun je dat goed oplossen. Nogmaals, dat kan door gebruik te maken van een intelligente camera, zoals die hier wordt weergegeven. Maar dat whiteboard zoals daar aan de zijkant staat, kan gebruikt worden met een contentcamera, waardoor je de content op dat whiteboard kan delen in de meeting. Maar nog gaver is natuurlijk om het systeem te koppelen met een digitaal whiteboard in de ruimte, zodat wanneer je iets gebruikt schrijven op de presentatie of een whiteboard sessie start in Teams, dat je direct op een touchscreen kan schrijven in de ruimte, maar ook een gebruiker thuis kan zien wat er geschreven wordt of zelfs ook de mogelijkheid heeft om mee te schrijven op hetzelfde bestand op zijn eigen locatie. Kleine recap voordat we naar de laatste slides toe gaan. Het belangrijkste eigenlijk is dat de kwaliteit bijzonder hoog is van de spullen die we leveren. Zowel de fysieke kwaliteit, we zien dat we een heel laag percentage defecten hebben. Veel lager dan het marktgemiddelde. Maar ook in de ontwikkelingen, met name die speaker tracking functies, artificial intelligence. Dat zijn allemaal zaken die waren software waar we echt niet voor oplopen en die heel erg gewaardeerd worden. We hebben voor iedere situatie de passende oplossing, zowel voor op kantoor als ook voor de thuiswerkers. Nou, de integratie met bestaande hardware en platformen is ideaal. We doen dus integratie met Teams en Zoom. Maar we zien ook vaak bij overheden die willen gaan uitbreiden of extra apparatuur willen aanschaffen, zodat ze ook nog oude hardware in de ruimte hebben. Denk aan schermen, maar soms ook aan microfoons, speakers, etc. Nou, dat is allemaal te integreren en te combineren, waardoor je niet in één keer alles hoeft te gaan vervangen. En een goed gebruik maken van al deze mogelijkheden zorgen gewoon voor een betere interactie tussen de deelnemers en een betere manier van samenwerken. Dat is eigenlijk gewoon de belangrijkste kerntaak eigenlijk van de digitale overheid op dit moment. Veilige oplossingen zorgen voor sowieso een goede samenwerking waar je erop kan vertrouwen dat alles wat gedeeld wordt binnen dezelfde ruimte blijft. En dan niet alleen meer de fysieke ruimte, maar ook de virtuele ruimte is beveiligd van de buitenkant. Worden regelmatig in controle gedaan door middel van pentesten, en waardoor we zeker weten dat alle apparatuur, maar ook met name alle software, gewoon goed is. Nou, de informatie wordt versleuteld verzonden. Hierbij ook weer dat 802.1x-protocol die hier vermeld staat. Certificaten worden up-to-date gehouden door middel van, sowieso worden ze al direct uitgeleverd met de nieuwste standaarden, maar wordt alles geüpdate en gemanaged via het device management platform, waar ik zo nog wat over laat zien. Dus je bent gewoon als gebruiker, maar ook voornamelijk als beheerder ervan verzekerd dat je voor een goede, veilige oplossing ook kiest. Ik heb net al een paar keer verwezen naar het device management platform. Ook binnen de overheid is dit een manier waarmee wij merken dat we tenders winnen en in die aanbestedingsdirecten echt een verschil kunnen maken. Eigenlijk is de basis van device management heel, heel eenvoudig. Alles waar maar dat J-Link logootje op staat, of dat nou een toestel is, een headset, een webcam of een volledige Teams oplossing. Het hele portfolio is te managen via datzelfde platform. Dus op die manier heb je niet allerlei verschillende platformen her en der draaien. En we zien nu bijvoorbeeld een aantal overheidsinstellingen die klant bij ons zijn, die zowel hun vergaderruimtes als hun telefoontoestellen, als ook hun thuisgebruikers met headsets, allemaal op basis van J-Link hebben gestandardiseerd. Behalve de voordelen die dat gewoon sowieso met J-Link met zich meebrengt, heb ik het voordeel dat het allemaal op één plek te managen is. Wat kun je dan doen? Bijvoorbeeld software updates en ook de accessoires beheren. Op afstand installaties doen, een reboot doen of het systeem overnemen. Dus een beheerder kan op afstand kijken van hey, waar gaat het mis en direct het systeem even overnemen om andere instellingen te wijzigen. Ik kan letterlijk zo'n teamsysteem zoals hier staat in deze ruimte, kan ik overnemen vanaf het strand in Frankrijk met mijn mobiele telefoon. Inloggen en de gebruiker verder helpen.
Er zit ook een heel stuk real-time monitoring en notificaties in. En die notificaties zijn weer in te richten op klantniveau en op gebruikersniveau. Dus onze partners zijn de afnemer van het device management platform. Of dan wel in de cloud of de eindgebruiker on-premise. Cloud variant is het meest gebruikt. En daarbij is het de multi-tenant oplossing. Dus de partner van ons heeft al zijn klanten in hetzelfde device management platform zitten. En iedere, laten we zeggen, gemeente of andere type eindklant krijgt zijn eigen onderdeel daarvan. En per dat onderdeel kun je weer verschillende gebruikers toekennen met verschillende rechten. Daar kun je bijvoorbeeld weer die notificaties op afstemmen. Dus wanneer ik letterlijk dit stekkertje nu uit de microfoon zou halen, dan gaat er bij, en dit van mijn collega Ricky, die interne beheerder is, zometeen een mailtje komt er binnen met de melding dat mijn microfoon is losgekoppeld. En hij kan dan op dat moment besluiten om even hier naartoe te lopen om de microfoon weer opnieuw aan te sluiten, dan wel om te kijken of iemand anders dat over kan nemen. Maar zo zijn er allerlei notificaties in te stellen of uit te zetten, maar net wat jij belangrijk vindt eigenlijk om te zien. En we merken dat dit dus gewoon heel veel druk op de IT-managers voorkomt. Ook heel veel voorrijkosten scheelt, want het gros, echt het veruit het grootste deel van het probleem is op afstand op te lossen. Waardoor je als partner ook niet elke keer ergens naartoe hoeft te rijden om vervolgens te constateren dat er een stekkertje niet goed aangesloten zat. En je kan ook nog in systemen in bulk configureren of instellen of analyseren. Dus ook in bulk het beheer doen. Het is dus een cloud oplossing. In principe een cloud oplossing. Want we zien dat dit veruit de meest populaire variant is. Mocht een gebruiker of een eindklant het van belang vinden dat het in zijn eigen netwerk on-premise draait. Dan kan dat gewoon. En dan kun je de software op je eigen netwerk installeren. Dan moet je de software natuurlijk ook zelf bijhouden. Maar krijg je wel al die functionaliteiten die hierin zitten. Wat ik net al aangaf, het is multilevel management. Het is multi-tenant ook, maar ook multilevel. Dus je kan verschillende afdelingen toekennen of verschillende locaties. Met per locatie weer een eigen afdelingshoofd die het beheer doet. Wat ook zeker van belang is om te vermelden is dat de licentie de eerste 3 jaar gratis in gebruik is. We hebben 2 type licenties, Essential en Professional. Nou, voor meer informatie erover, laat het even weten. Dan kan ik of een van van andere verkopers daarmee helpen om te vertellen wat de voordelen en de verschillen zijn. Nogmaals, de eerste 3 jaar vanaf activatie is het helemaal gratis in gebruik tot 1000 devices. En daarna is het grofweg een tientje per apparaat per jaar adviesverkoop. Hoe jullie dat zelf willen wegzetten bij de klanten, dat is aan jullie. Of met een maandelijkse fee of met een eenmalig bedrag per jaar. Dat is aan jullie nogmaals. Jullie mogen het in ieder geval gratis afnemen en daarmee bijvoorbeeld dus ook testen. En daarmee ben ik eigenlijk al aan het einde gekomen van het webinar. Dus ik wil u hartelijk bedanken voor jullie tijd en de aandacht. Mochten er nog verder vragen zijn, ik blijf zelf nog heel even hier aanwezig met de camera en microfoon uit. Maar dan kan ik in ieder geval even zien of er nog in de chat wat binnenkomt. En verder wil ik jullie een hele fijne dag verder wensen en tot een volgende keer. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, morgen doen we ook nog een ronde tafelgesprek online. Samen met mijn collega Ricky en Michel Bouwman van Microsoft. Dus wanneer jullie daarin geïnteresseerd zijn, haak gerust aan. En nogmaals, tot de volgende.